Utrecht 2019. 18 maart. Utrecht staat stil. Lieve mensen, het is werkelijk hartverwarmend dat u met zoveel bent gekomen. Afgelopen maandag was een dag van angst, woede en verdriet. Een dag die je nooit hoopt mee te maken. En tegelijkertijd een dag van grote saamhorigheid, compassie en medemenselijkheid. Het bewijs dat we elkaar in Utrecht vinden in tijden van nood. Uw betrokkenheid was overweldigend. En uw initiatieven om de slachtoffers te herdenken, de nabestaanden te steunen, zijn echt van enorme waarde. Dank u wel. Water terug in Singel. Stadsbrede uitrol zonnedeelauto's. Drie keer naar de stembus. Provincie, waterschap en Europa. Bouwen in Overvecht. Triton wint de Varsity. Opening Stadhuisplein en Stadhuis. Walk of Love. Utrecht Kennel Pride. Vredenburgplein. Wesley Snijder Sportpark. Ik denk dat het vandaag alleen maar genieten is. Een sportpark en een lintje. Dankjewel iedereen voor jullie komst en maak er nog een mooie dag van. Taal doet meer. Ontvangst Appeltje van Oranje. Opening fietsenstalling. De grootste fietsenstalling van de wereld. Skatepark Jaarbeursplein. Utrecht Marathon. Humphrey Mijnals Sportpark. Maar ook historische dag dat het gemeentelijk sportpark Azielaan wordt omgedoopt tot sportpark Heuvelie-Mijnaar. Welkom, Harry Kaya, sportpark Heuvelie-Mijnaar. Ingepakte Domtoren. Groene, bijvriendelijke bushokjes. Bezoek aan Merwede Kanaalzone. Testritten tram 22. Vertrek wethouder Victor Everhart. Namens ons allemaal dank ik je voor je enorme inzet voor Utrecht en de Utrechters. Het is mij een grote eer de zilveren stadsmedaille te mogen uitreiken. Wethouder Ilko Ehrenberg geïnstalleerd. Bouwen in Leidse Rijn.
2022. Ja! Vrijwilligersdiner 2019. Orange the World. Tegen geweld tegen vrouwen. Start campagne in Utrecht. Utrecht 2019.